Vandaag gaan de laatkomers de menstruatie challenge doen. Overdrijven de vrouwen met hun menstruatiekrampen of moeten we meer respect gaan tonen? Jullie gaan het allemaal meemaken in deze video. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video van Laatkomers. Vandaag een hele spannende video. Wij gaan namelijk een menstruatiechallenge doen. Kijken of vrouwen nou daadwerkelijk overdrijven. We zijn vandaag... Wow. En we zijn vandaag hier met Peter. Stel je even voor. Peter! Is er wel eens een jongen hier geweest die heeft gehuild na die menstruatiechallenge? Nee. Kan je een schade oplopen? Nee, hoe ik ze plak niet. Hoe de gynaecoloog zegt dat ik ze moet plakken, dan lijkt het me wel schadelijk. Want dan moet ik ze op je ballen plakken. We hebben net een soort mini volgorde gemaakt. Jij begint. Daarna hij, daarna John en op het laatst jij. Je mag je ding doen bij de heer Ilias. Wat verwacht je ervan, Ilias? Die vrouw... Shit! Wat nu, shit! Vrouw overdrijven, het gaat geen pen. Nee, grapje, grapje. Ik ben trippen mensen, hoor. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben klaar. Echt niet. Oei! Is dit het? Kijk! Woejoejoe! Is dit het? Is dit nu al eens nog het begin? Nee, joh, dit is gewoon een beetje het begin, een beetje kietelen. Nee, dat was geen kietelen. Dat was geen kietelen. Hoeveel standen zijn er? 10. 10! En dit was. Joh. Ik kan niet ademen, ik kan niet ademen! Voelen vrouwen dit? Nee, joh, dit is een beetje het begin. Is het begin? Ik ben koud op de duur, wat ik ook weer ga doen. Hey, shut up! Die ding gaat door naar jouw ruggengraat. Ik heb nog een kleine buikkoek. Oei. Ben je niet aan het overdrijven? Ja, hoop, jij gaat zo meteen zien. Je gaat zo meteen zien of ik ga het overdrijven. Hey, wat? Ik durf niet meer, man. Twee seconden. Ik wil even wat zeggen. Ja. Kom. Hi, dames. Ik geloof nu oprecht dat jullie het zwaar hebben. Niet gaan huilen, hè. Dit is echt nog het standje watje. Is dit nog niks? Nee. Hoeveel standjes? Oei, je kan niet ademen. Ik ben op. Stoi! We verwachten van vrouwen dat ze gewoon gaan werken. Ga jij werken nu? Ik kan... Geef ze vrij! Geef vrouwen meer recht! Rutte, geef die vrouwen alsjeblieft meer vrij. Weet je, gun dit niet, maar omhoog. Dat was de eerste die gaat huilen. Jij gaat schreeuwen, jij gaat gillen. Ik ben niet bang of zo. Jij gaat gillen. Ja, maar jij bent de eerste die gaat schreeuwen. Mijn bek! Hey, dit kan toch niet? Nee, hè? Serieus. Het lijkt gewoon nep, hè? Ja, die was... Oh, jij lijkt nep, jullie gaan het zien. Hij gaat bijna. Oh, Chiman, echte Chiman. Oh, jullie gaan het... Ilias, op wie moet ze abonneren? Op laatst komen ze uit. Vrouwen, ik hou van jullie. Sorry, ik spijt me als ik ooit disrespect op een vrouw. Oh, ik ga meme worden. Je zat nu op 70% van wat vrouwen gemiddeld aangeven. Jij gaat 20% niet aan. Wie, ik? Ja. Je moet minimaal over de 50, hoor. Welk cijfer zou je deze pijn geven? 9. Charbon. Charbon, wat verwacht je? Heel veel. Wie moet abonneren? Oh, ik voel hem hier, ik voel hem hier. Hoe voel jij met je been, bro? Nee, ik voel hem toen straks ook daar. Jullie moeten abonneren op Laatkomers. Hij is aan het aanspannen, denk ik. Laat het los. Ik schreeuw dat bij Joms. Oh, die. Bro, klinkt als een villager. Welke stand is dit nu? Hey, overdreef ik net? Ik ben blem goed. Ik had koud nu. Ik kan lang niet. Je moet zeggen wat ik moet doen. Zeg wat ik moet doen, dan ga ik het doen. Vertel wat je vandaag hebt gedaan. Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb vandaag video's gemaakt. Ik heb vandaag video's gemaakt. En ik weet hoe dit spreekt. Waar zijn we? We zijn in... Kijk, elke met COVID. Eerst toch? Eerst, we zijn in Eerst. We hebben vandaag twee video's gemaakt. Video's gemaakt. Hoe je die bank begint te wiegen. Ja, maar het is niet zo erg als Ilias, maar ik voel dezelfde pijn, man. Wat zeg je? Het is niet zo erg als... Oh, je beide benen! Oh. Nee, ik zei niks, Peter. Ik zei niks, Peter! Ik zei niks, Peter. Ik zie dit. Nog geen kleine mietje als Ilias. Het is omhoog! Die gaan staan? Kijk wat je lichaam wil doen. Jee, Zaku! Hoe ben je nou in zakken? Hij zegt gewoon tegen gaan zitten. Zie je? Nu willen jullie praten, hè? Nu is de... Wacht maar, John en Chad. Jij bent klaar, broer. Jij gaat zien, broer. Waarom ik? Jij gaat zien, broer. Nee, maar hij gaat gillen. Ik ook? Ja, gillen. Oh, mooi, joh.
als jij dit nou zou hebben, ochtends? Tijdens wat? Tijdens je werk? Ah, tijdens werk! Dat zou niet kunnen werken! Hé broer, ik krijg meer paniek, man! Hé, nou moet je stoppen, nou moet je stoppen! Oei, man. Hoeveel procent? Dat is geen 9, dat is geen 9. 80%. 80? Ja. Hij zei 20 minuten geleden al zo bij 5. Geleden, nee. Oei, joh, laat staan 100. Ik zeg eerlijk, is moeilijk om te verwoorden. Ja, maar ik heb hier geen woorden voor, man. Ik ben bang, man. Anu begint al te trillen en zo. Altijd heb ik deze dingen. Ik zei al, boys, ik wil dit niet doen. Peter, laat ik heb een respect voor vrouwen, heel veel. Ik heb gezien. Yo. Hé, hey, dit brandt. Ik weet niet wat ik voel. Kijk, ik heb nog gehoord. Bij die snackbar. Hij zei zo van, ik denk echt niet dat het zwaar zal zijn. Hé, hey, wacht, meneer. Peter, aanpakken. Dit is sowieso, hij gaat sowieso bij mij aan de bank. Ik ben geen... Wee yo! Wacht, hey, dit voelt niet goed! Hey, doe eens ballas. Dit voelt niet goed! Zie je eens ballas? Nee, ik ga niet zingen! Wee yo! Ik voel nu pas mijn knie! Graag het als een man! Als een man? Nee. Ik heb niet het gevoel dat hij veel pijn heeft of zo, man. Nee, volgens mij ook niet. Kijk! Toch! Je doet die hoofd eruit! Peter! Ja. Bro, ik hoor aan doen piep! Bro, bij mij net ook! Nee, Peter is sowieso bij twee banken bij mij! Twee banken? Ik kan niet meer praten! Hi John, how are you doing? I'm fine, and you? Zo. Kalm. Oh, Ines, hij overdrijft volgens mij. Oké, ik zeg je eerlijk, jongens, als je dit als challenge wilt doen, niet doen. Is niet grappig, is niet leuk. Is geen toegevoegde waarde. Ze durven dit niet. Ah, John, 2+2. Yo, 4. 4+4. Yo, ik zeg je eerlijk, ik voel hem heavy. Ik zeg je eerlijk, Chatmo gaat niet halen, man. Ik ben ook bang nu. In het begin hij maakt grapjes, maar daarna niet meer. Ik zweer het voelt niet. Dit voelt alsof ik word gestoken. Ik kan niet praten, bro. Dit voelt. Als iemand nu tegen mij zegt, ik ben ongesteld, ik zeg, jij krijgt vrij. Ik ben geen gangster, ik hoef niet. Ja, ik ben geen gangster. Abstract sixpack. Ik voel mijn been, alles broer. Hij zit bij mijn lies, alles broer. Dit voelt alsof dynamiek in mijn lichaam ligt. Ik kan niet meer praten. Ik kan niet aanspannen meer. Ik wil iets pakken slaan. Bam man. Selassie. Sta, kijk hoe mooi je bent. Come on! Ik heb pauze daarom. Ik zweet gewoon, ik kan nog even branden, alles neef. Ah, Michael Jackson geluiden. Come on! Mijn been, alles. Ik kan niet meer. I believe I can fly. Oh. En ik wou juist dat ik jou was. Hoe is dat? Maar ben je er klaar voor nu? Ga je hoger? Dan gaan we beginnen. Peter, hij kloot. Ik heb goed nieuws voor je. Dit is 100%. Echt? Ja. Ik ben echt soldaat dan. Mijn buik. Oké, maar is klaar toch? Niet meer alsjeblieft. Nee, maar dat moet je wel een dag of drie volhouden dan. Ja, maar ik kom dan volgende keer terug zoals we het letten. Maar dit ook blijft, hè? Hey, dat is de laatste keer. Komt het niet terug, zeg maar. Nee, Chatmo, kom niet zeg maar. Je gaat daar zitten, je gaat pijn krijgen. Bro, ik zeg je eerlijk bro, ik dacht ongesteld dat was buikpijn. Bro, dit voelt alsof iemand met mes door mijn midden gaat, zeg maar. Door het midden hier zo. Gewoon mijn steek zo. Gewoon voor niks, zeg maar. Alsof ik een beef heb. Heren, ik heb besloten dat ik niet meer ga, man. Wat? Bro, als jij niet gaat, ga ik echt beef maken, want dat is mij niet mijn idee. Je weet toch, als ik me er niet fijn bij voel. Als je er niet bij voelt. Ik maak grapje. Ik ga. Ik heb zin. Maar zin toch? Brandy. Kijk, ik zeg je heel eerlijk, ik had misschien wel een grote mond, maar... Hey, het is niet begonnen, een grote mond. Hey, besef, het is nog niet begonnen en ik voel me gewoon al kut. Nee. Peter. Bro, je moet pijn krijgen, geen kreunen. Ik moet boos zijn. Hey, wacht, Peter. Ik wil graag liggen. Dat gaat niet, gaat echt ergeren. Ergeren, zeg. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, arrahmanirrahim. Hij trilt! Is dit normaal?
zijn barkie, denk ik. Bro, trilde hij ook bij jullie? Ja. Dat is een begin een beetje. Bro, dit is toch niks? Hij gaat zo meteen zagen door je lichaam. Nee, dat meen je niet. Gaat hij zagen? Snijden, hij gaat snijden. Bro! Beetje zacht. Wat? Wat? Zacht te schreeuwen? Ja, schreeuwen. Maar als het pijn doet, dan schreeuw ik. Nee, waarom? Bro, ik ben een man. Sjoerd, nee, vrouwen schreeuwen. Hey, dit voelt nog wel leuk. Ik zeg maar. Maar wacht, je gaat hem nu harder zetten. Dit voelt nog wel leuk, zegt hij. Zit nou te gillen als een magisch pijn. Maar hey, in het begin is het best wel cute, toch? Zet maar vijf. Omhoog. Zo, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ik heb echt nog nooit iemand gehad. Zo. Bro, hij gaat echt diep. Nee. Maar ik heb het niet. Ik ken hem niet. Dat vind ik echt een hele gewaagde uitspraak. Bro, hij gaat zo diep. Nee, dit gaat slecht, boys. Dit is niet goed, man. Ik zeg je eerlijk. Stop. Hey, ben je gestopt met Twitch? Ja, soort van. Maar, oh, die Twitch. Oh, Twitch is wel leuk om te... Adem. Maar honden, die zie je ook zo schuren. Dat doe je allemaal. Je bent een frisse shirt, man. Dankjewel, jij hebt hem gegeven aan mij. Ik hou van jou. Geel in je hand. Oké. Nee, dit gaat zo. Wat doe je allemaal? Nee, ik wil stoppen. Nee, dit doet pijn. Je gaat door, bro. Je gaat door. Je wou je maken toch deze video? Kom, boys. Het is jouw idee, hè? Kom, boys. Het is echt leuk. Nu ga je het krijgen ook. Als hij nog onder de 50% is, ga ik door. We zitten niet op de helft van de 50. Nee. Ja. Je maakt grapjes toch? Nee. Als hij dit zo buiten doet. Je staat op 24. Hey, nee, maar echt niet zien, man. En besef, hè, 100 is gemiddeld, hè. En jij zegt misschien niet eens bij hey, en jij zegt nog dames overdrijven. Wee. Nee, het spijt me, dames. Olle, het spijt me, maar. Minimaal tot 50, kom op. Arne. Iedereen kijkt naar Chuck. Hij zet hem gewoon zomaar aan, deze man. Wow. Wat was dit, man? Was dit 50, wil je me zeggen? Dit is weer die 24. Nee, je maakt grapjes. Wat, bro? Dit kan je me niet wijsmaken, bro. God vergeef mij voor al mijn zondes. Nee, dit is niet goed, boys. Nee, ik wil stoppen. Ik wil serieus stoppen. Hij is in ieder geval 10 hoger gekomen. 34%. Nee, maar... Oh. Nee, gaat echt niet naar 40? Voor alle Somaliërs in Nederland? Je zet elke Somaliër in Nederland. Steken, maar nu je dit zegt, zet hem op 40. Hoorde ik dan 50? Oké, is het mogelijk dat je hem één keer naar 50 zet, omdat ik hem dan één keer doe? Bro, hij zet hem gewoon. Stop! Bro! Oh, ik schaam me zo erg. Bro. Wat ik voel gewoon... Ik voelde gewoon letterlijk wat John zei, een zaag gewoon in mijn maag gaan. Het is gewoon vervelend. In het begin voel je trillingen, maar die trillingen worden gewoon een duw naar binnen. Gelukkig heb ik niks bij mijn been gevoeld ofzo. Dat is echt voornamelijk mijn onderbuik, man. Ik wil zeggen, alle vrouwen die kijken, alle meisjes die kijken, als jullie dit meemaken. Alleen maar liefde naar jullie, alleen maar respect voor wat jullie meemaken. Hij had grote mond, dus weet toch, kom kijken naar Goofy, kom. Goofy, grote bek toch? Nee. Ik ga gelijk naar 100% zijn, toch? Je hebt geen grote mond. Is dit wat ze voelen? Oh. Nee, dit is nog de helft. Je mag aanraken. Wat ga je morgen doen? Ik ga morgen voetballen. Waar ga je voetballen? Dames. Vreten. Hij is aan het persen. Vreten, schijt hier. Als je drukt, gaat het wel minder. Ja, hè? Doe. Oh, je kraakte me in het borst. Ik heb jullie vrouw onderschat, hoela. Oh ja! Ik ga niet meer! Maar ik ga doen! Wat is dit? Mijn benen! Hey, man! Damn it!
heb het gehaald. Er zit 100! Tering, 100 keer medelijden met alle vrouwen. Nooit dat ik een vrouw hiermee ga pesten. Nooit. Jullie mannen moeten respect hiervoor hebben. Je hoort het, hè? Je hoort wat Goofy zegt. Ja, ik ben erin geluisterd, jongens. Goofy online. Oei, oei. Harley Davidson. Dat is echt heel erg voor jou. Goofy online. Kijk, staat te wachten. Die is zijn ik naar buiten. Het is gewoon heel onprettig. Waar dan heb je nu 100%. Ah, ja, ja, ja. Ik zei het niet dat je klaar was. Sjoerd, beter. Kijk, we weten nu hoe het voelt om door die pijn heen te gaan. Wij hebben het een soort van kunnen halen. Jullie moeten dat elke dag nog 1 uur moeten werken en nog naar school. Nooit meer. Nu komt de reclame. Oh, laat maar. Nog steeds niet. Tranen van het lachen van deze video. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze video. Wij gaan als laatkomers nog heel veel leuke video's maken. Wij willen als doel bereiken de 100.000 abonnees voor 2024. En dat kan alleen met jullie support. Dus heb jij genoten? Doe dan alsjeblieft even een like achterlaten. Vergeet niet te abonneren. Dat helpt ons weer bij ons doel. En reageer. Respect. Respect voor de vrouwen natuurlijk. Tot volgende week zondag om 5 uur bij een nieuwe video. Ciao.